Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuw live complete hier op mijn kanaal Ras Gaming. Vandaag speel ik twee Team Deathmatch potjes achter elkaar en wil ik jullie eventjes kort, voordat ik me echt ga concentreren, jullie eventjes een kleine update geven. Want, zoals jullie weten, had ik een update video gemaakt over dat ik nu eventjes problemen had, want mijn computer is kapot. Laten we zeggen is kapot, want hij is namelijk nog steeds kapot. Ik heb hem nu even aangekregen, daardoor kan ik nu natuurlijk opnemen. Hij viel net al uit, dus ik hoop dat hij het nu volhoudt en dat hij niet weer uitvalt. En wat er aan de hand is, is dat deze computer waarop ik nu opneem niet meer goed functioneert. Daardoor waren de afgelopen dagen niet heel veel video's online gekomen en waren de planningen er niet en weet ik wat allemaal, puur omdat ik gewoon niet meer kon opnemen. Dat is iets wat echt gewoon super kut is als het gebeurt, alleen wel iets waar je helaas bijna niks aan kan doen. En om jullie eventjes een verdere update te geven. Ik heb nu een nieuwe computer binnen. Die computer die staat niet hier. Maar die staat in mijn nieuwe huis. In het huis waar ik woon samen met Linda. En wat ik ga doen. Is ik ga vanavond. Ik heb alle spullen binnen. Een nieuwe setup bouwen. Dat houdt in nieuwe computer. Nieuwe beeldschermen. Alles helemaal nieuw. Zodat ik gewoon daar voor jullie kan gaan opnemen. Dus er gaan een paar dingen hier en daar veranderen. Video-wise natuurlijk helemaal niks. De video's die blijven gewoon online komen. Zelfde video's en GTA en weet ik wat allemaal. Maar het was gewoon de afgelopen dagen echt even kut voor mij. Om überhaupt één video online te krijgen. Puur omdat mijn computer het niet deed. En toen deed hij het en toen viel hij opeens weer uit. En dan gaan ze maar door. Dus eigenlijk op dit moment. Zometeen als ik naar huis ga. Bouw ik een nieuwe setup. En ga ik gewoon weer voor jullie uploaden. Dus ja. Het was even moeilijk, het was even lastig. Dus sowieso sorry ervoor dat er even wat andere video's online waren gekomen. En wat minder video's en oh shit, holy shit, ik viel bijna van de map af. En dat soort dingen, maar ik kon er gewoon heel simpelweg gewoon even niks aan doen. Dus ja, dat is gewoon echt, ja, ik vind het zelf echt gewoon balen. Als ik er iets aan kon doen, had ik dat natuurlijk sowieso gedaan. Maar ja, dat lukte gewoon eventjes niet. En ja, ik hou me er zelf wat aan om met planningen te werken en video's om een bepaalde tijd online te krijgen. Ik ga zo maar door. Alleen ja, het punt is als je computer kapot is, dan kan je heel simpelweg als YouTuber niks meer opnemen. Dus dat was echt gewoon keihard balen. En ik vond het ook echt gewoon super kut. Maar ja, vanaf morgenochtend, als ik alles af heb, ga ik gewoon weer opnemen. Dat houdt in dat mijn tweede kanaal, Jaraski Plays, doorgaat. Daar ga ik gewoon weer op uploaden. Dus als je Jaraski Plays nog niet kent, youtube.com/user/JaraskiPlays met een Z. Als je Jaraski Plays met een S opzoekt, kan je hem ook gewoon vinden. Is mijn tweede kanaal. Dan ga ik gewoon weer vanaf nu af aan uploaden. Dat houdt in. Ik begin met de enige echte Modern Warfare Remastered campaign die ik daarop ga uitspelen. En ik zal op een gegeven moment overstappen naar Mafia 3. En zo gaan we door totdat eigenlijk elke game die uitkomt we uit hebben gespeeld. Dus tweede kanaal gaat ook weer door, wat natuurlijk super vet is. Want dat vind ik altijd leuk om op te uploaden. Nou, dit kanaal gaat gewoon weer verder met alle video's. En zo gaan we het gewoon langzamerhand weer opbouwen zoals we het hadden. En ja, sorry ervoor dat er eventjes wat andere video's online waren gekomen. En ga zo maar door, want ja, dat was natuurlijk ook niet mijn bedoeling. Zo makkelijk is het, was ook niet mijn bedoeling. Maar ja, als je computer kapot gaat, dan kan je helaas niet heel veel meer doen als mij zijnde, zeg maar. Want ja, dan kan ik geen video's opnemen, kan ik geen video's renderen. De video's die ik af had, die stonden natuurlijk heel leuk nog op de computer die kapot was. Dus daar kon ik helemaal niet meer bij. En what the fuck? Oh my god, zit mee. Wauw, mijn care package. Mijn care package is gestolen. Oh nee, niet eens. Nee, ik hoef hem niet eens, want het is een dart. Dan knal ik toch weer tegen het gebouw aan. Dus ja, weet je, het was gewoon even kut. Maar sorry, dat is even wat ik kan zeggen. Sorry daarvoor. Maar ja, het was ook niet mijn. Het was ook niet mijn planning, zoals je het denk ik zelf wel kan verwachten. Maar ja. Het is gebeurd. Niks meer aan te doen. We gaan gewoon weer uploaden. We gaan gewoon weer door. Oh, ik ben rood. Nice. Die was ziek. Lekker gedaan, nou. Dat is even wat ik kan zeggen. Nice. Die was goed van hem. Oh, jij hebt het gerekt, vriend. Ik weet niet wat je deed, maar je had me makkelijk moeten hebben. Die sniper. Hij kan heel goed snipen, jongen, die vent. Die vent reageert snel, jongen. Zo. Oh, er vliegt mijn dart. Dit is mijn dart. Die mijn team heeft gestolen, namelijk. Thank you. Die vent kan me net iets te goed snijden, moet ik zeggen. Zo. Oh, hier, mijn gravity spikes, mijn gravity spikes. Kut, ik zit vast. What the fuck? What the fuck? Ik zat vast daar, hè? Huh? Ik heb nog wel een double kill, maar ik zat vast daar. Ik weet niet wat deze team met bij de aan het doen is. Die staat ook stil. Nee, maar om een extra update te geven. Ik neem dus zometeen eigenlijk op in mijn nieuwe huis.
En niet meer bij mijn ouders. En ja, dat is wel chill. Ik neem wel op een plek op waar zeg maar nog niks is. Want ja, ik neem op de zolder. Alleen letterlijk is er niks op de zolder behalve mijn setup. Dat is alles wat daar staat. En voor de rest is er nog helemaal niks. Want we zijn natuurlijk nog bezig met verbouwen. En dat kost natuurlijk ook wel wat tijd. De muren worden geschilderd. De vloer die hebben we al. Die moeten nog in worden gelegd. Dus de muren zijn geschilderd. En zo gaan we door zeg maar. Totdat alles en het hele huis af is. Dus jullie krijgen dat sowieso hoe dan ook nog wel te zien. Alleen ik wil natuurlijk wel wat meer af hebben ervoor. En ik wil het potje winnen. Teammates. Oh, lekkere kill. Er zat er een naast me. Dat heb ik helemaal niet gezien. Nou, dankjewel. Ik gebruik bij de wede dingen met quickzone stok. Heb ik nog helemaal niet gezegd. Ik was wel lekker aan het spelen hoor. Druk bij. Spannen sowieso achter me. Ik ga vast achter me kijken. Ik weet niet of er al eentje zit. Ja. Jij kan zo fucking goed snijpen, jongen. Ik zweer het je. Ga een face of zo. Holy shit, maat, die kogel. Volgens mij had hij zelf ook niet door dat iemand geraakt. Want hij stopte namelijk ook gewoon. Zo, dat was een zieke kogel, jongen, die schoot. Ja, en ik kan er nog één sniper, zo te zien. Dat zijn twee snipers die me nu killen. Maar één keer is genoeg. Dat weet ik wel. Dat is een teammate. We hebben al bijna gewonnen, nog 5 kills. Spelen natuurlijk ook nog een potje erachteraan. Wat was jij dan aan het doen, joh? Oh, weer wordt gesnijpt. Jij kan zo. Hij kan goed snijpen. Ik zweer niet, hij kan gewoon zo goed snijpen. Ik maak geen grapje. Hij staat 9 om 16. Maar van die 9 kills heb hij wel maar net gesnijpt. Wij zijn 30 om 12 toch een mooie score met 7 assists. Maar we spelen nog een potje erachteraan. Game nummer 2. Nogmaals, sorry. We gaan nu gewoon weer normaal spelen. Potje nummer 2 gaan we dus knallen met de dingo. Dus tot zo. Daar zijn we weer, jongens. Bij natuurlijk potje nummer 2. We zitten nu op de map Nuketown. Er zit er daar sowieso een. Ergens, misschien. Oh. Oh. Ze komen opeens allemaal mijn richting rennen. Oh. Nog meer. Oh, nog meer. Nog meer. Nog meer. Nog. Nee, ik ben helemaal dood. Oh, ik moet reloaden. Ik had een mega kill. Wat? Dat was al een zieke megakill hoor. Het is jammer altijd dat je op een gegeven moment, want je hebt 100 kogels in de weevil. Dat je natuurlijk op een gegeven moment opeens moet reloaden. Want dat is niet helemaal, ja, dat komt meestal niet helemaal uit zeg maar. Dat je opeens moet reloaden met dat ding. Dus ja, dat is natuurlijk, oh shit, komt er een naast me. Hij komt hier hoor, vriend. Ik heb ook geen UAV aan staan. Ik heb echt hele rare streaks aan, om het even zo te zeggen. Ik heb een care package, een koud UAV in een lijn. Ja, ik weet zelf ook niet waarom joh. Gewoon omdat het grappig is, toch? Soms horen dingen gewoon grappig te zijn. En soms hoort daarbij dat je... Wauw! Geen UAV aan hebt. Oh, daar liep je daar nog wel in, maar ik weet niet waar hij naartoe is. Thank you. Ik heb gewoon een 15 streak, terwijl ik eigenlijk niks aan het doen ben, echt. Ja, ik vind het wel grappig. Vieze camper. Zo, ik ga hard, jongen. Oh, granaat. Zo, hij had dood moeten zijn, hoor, die gozer daar. Maar oké. Okay. Kijk uit, zie voor, vriend. Ik ben eigenlijk een beetje bang, want hij is... Ah, ik ben dood, jammer. Ah, ik stond 20-0, hè. Zo'n 20-0, joh. Lekker. Gewoon met een dingootje. Boom. Lightning strike op je bakjes. Cappertje. Ik weet niet wat jij doet. Ik weet als ik eerlijk ben ook niet wat jij doet. Oh! Boom! Ik weet ook niet wat jullie doen. Jij spant daar. Ah, nu zie ik niemand meer. Toen was ik iedereen kwijt. Weer een superkill. Lekker bezig, hoor. Hoppa, we gaan keihard, jongen. Ik heb al 29 kills, man. Dit is superkill, mega kill. Oh, kut, ik heb hem niet gereload. Superkill, mega kill. Ik moet alleen even reloaden. Ik heb een carepacks nog helemaal niet gebruikt, overigens. Dus de spannen zijn wel achter me, volgens mij. Nou, Tiewet, als jij daar uitzoekt, dan ga ik verder, ja? Succes ermee. Ze komen zo meteen achter me, hoor. Ze komen achter me. Ik kom je helpen, teammate. We doen het samen. Hier, hoppa.
Ik weet niet waarom ik die teammate help, want het is één vieze camper, maar ja. Campers die erbij in je team horen, zijn de aardige campers, want ze horen bij je. Eigenlijk zijn het gewoon dikke dildo's, want ze zitten te campen. Maar ja. Ik heb turned. Ah shit, ik had niet verwacht dat hij mij zag. Puck zit er alweer bijna op. Keihard, jongen. Weinig strijken erbij, counter feature erbij. Triple killetje erbij. Multikilletje erbij. What the fuck? Weer een superkill. What the fuck? Ja, ik snap er helemaal niks meer van. Ik doe hier. Komt ie. Boom. Oh, kut. Ik heb er geen één. Oh. Keihard potje, jongen. Keihard potje. Zo. Als jullie hebben genoten, jongens, van deze twee potjes. Ram natuurlijk zijn kaart op like nog. Bedankt in ieder geval voor het kijken naar deze video. Sorry dat er, ja, afgelopen... Ja, nu is de derde dag niet volgens planningen. Of de meeste aantal video's online waren gekomen. Of GTA online was gekomen. Maar dat komt er allemaal weer aan. Ik ga vanavond mijn stream of mijn setup bouwen. En dan gaan we gewoon weer verder. Sorry ervoor. PC die heeft volgehouden. Dus dat vind ik sowieso leuk. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor de support. Jullie zijn awesome. En tot de volgende keer. Tot zometeen bij een nieuwe video. Bye bye mensen.